Daar zijn de talenten van Jong AZ. Allemaal met lange mouw. Geen enkele uitzondering. Het elftal hier onder in beeld. Met dus Verhulst als doelman. Een middenveld met Koopmijnen, Schoutmijn en Buurmeester. En voorin Tabouni Evjen. Op Valentijnsdag is hij jarig. En Jelle Duin in de punt van de aanval. Dan ziet hij de nummers 3 en 2 van Jong AZ. Lathouwers en Jacobs met elkaar in gesprek. Al sinds de AZ onder 12 zitten zij bij elkaar. Onder aanvoering van Jeredy Hilterman. De aanvoerder van Jong Utrecht en topscorer. En hier is Remco Balk, debutant in de keukenkampioendivisie. Wel al zijn doelpunten en minuten dus ook gemaakt op het hoogste niveau van Nederland. Maar nu voor het eerst op het tweede niveau. Gekomen dus van Groningen. Ingeleverd. Dan neemt Jong Utrecht over. Malahi. Van de kust. Knap aan de bal gebleven door Buurmeester. Goudmijn. Ruimte bij Lathouwers. Heeft Evjen bij zich. Dat is natuurlijk geen klassieke buitenspeler. Koopmijners. Balletje binnendoor naar Duin. Duin heeft hem voor zijn linker. En op het moment dat hij wil uithalen, geeft hij met Tabouni mee. En in twee instanties krijgt hij hem er niet in. Goudmijn en alsnog gefloten voor een overtreding. Eerste gevaarlijk ogende moment van de wedstrijd. De aanval van Jong AZ. Waarbij Tabouni uiteindelijk werd gevonden. Niet helemaal de intentie van Duin. Het levert wel een grote kans op. Koopmijners speerde een bal erin tegen Eindhoven. Nu probeert hij het weer hard. Nu minder succesvol. Goeie bal van Mokono. Balk met een versnelling. Nog altijd Balk. Van de kust staat bij de tweede paal. Maar nog niet daar. De laatste wedstrijd van Jong Utrecht was tegen NEC. 2-0 nederlaag. Sowieso Jong Utrecht de laatste drie duels niet gewonnen. Sterker nog, alle drie verloren. Het is een beetje alles of niets met de talenten uit Utrecht. Slechts één keer gelijk gespeeld, voor de rest of winst of verlies. Malahi en Verhulst met nog enige moeite. Eerste echte werk voor die doelman. Het schot leek niet heel gevaarlijk. Huizing, Hilterman, Balk. Dat is niet echt lekker weggewerkt, waardoor Jong Utrecht nog een kans krijgt. En Hilterman daar tot een poging probeert te wurmen. Hier zocht Hilterman naar ruimte om te schieten. Maar keer op keer kwam hij er net niet uit. Duin. Krijgt een grote kans en Duin lift hem keurig over paas, maar ook naast het doel. Ineens is daar dan een gelegenheid voor de spits van Jong AZ om de score te openen. Het is de beste kans van de wedstrijd. Alleen hij neemt hem niet waar. Huizing vangt op voor het doel. Balk. Jacobs verdedigt uit. Goudmijn pikt op. Wel in een lastig pakket gebracht, Goudmijn. Oh, wat doet Verhulst? Ja, wat een kolossale fout. En de penalty is er voor Jong Utrecht. Goudmijn begaat de overtreding als Balk hem aftroeft. Maar wat help je hier elkaar in de problemen? Tjonge, jonge, jonge. Het is gewoon onkunde bij Hobby Verhulst. Hilterman 1-0 voor Jong Utrecht.
ijzig kalm. Speelde hier in de opleiding van AZ. Jeredy Hilterman tot en met de onder 17. Samen met Teun Koopmeiners en dergelijke. Mooie paas zeg van Gullit. Tabouni. Goeie bal van Tabouni. Even nou, het is al 1-1. De geschiedenis herhaalt zich. Net als in Utrecht komt Jong AZ binnen de minuut terug van de achterstand. Het is een fraaie aanval. Het begint allemaal al bij deze bal van Gullit. Dan overleg je ineens 60, 70 meter. Is dit balletje van Tabouni ook heel fijn. Echt een klasse bal. En FJN rond de keurig af. Balk. Belangrijk dus voor Jong Utrecht bij zijn debuut in de keukenkampioendivisie. We zien de penalty. Zet nu Malai aan het werk. Malai en Verhulst. Met een handje. Het is voldoende. Weer zo'n lange bal van Gullit. Daar komt Duin goed naartoe. En dan ligt hij voor zijn favoriete linker. Is dit te licht om een penalty voor te geven? Sterker nog, Hensens constateert uiteindelijk Hens. Anticipeert goed als die bal door de wind gevangen wordt. Maar dan gaat hij hier wat kinderachtig naar het gras. Natuurlijk geen overtreding. Voetbal blijft een contactsport. Tabouni wordt hier toch eventjes vastgehouden. Maar AZ blijft aan de bal. Goudmijn. Goudmijn glipte daar handig langs bij Pabai. Daar is Evgen en die raakt die bal niet echt vol. Koopmeiners Duin loert op de diepe bal. Lathouwers. Koopmeiners. Duin. Koopmeiners, FJN. Maar goed, nog niemand voor het doel. Daar staat wel Goudmijn. Goudmijn, schitterende reflex van Paas. En dan is hij gezien en tikt Tabouni de 2-1 voor Jong AZ binnen. Weer een vlotlopende AZ-aanval. Nu over de rechterkant. Dit is goed gevoetbald, maar kijk naar de bezetting voor het doel. Er is niemand. Dus is het heel goed dat FJN hem teruglegt. Paas kan de inzet van Goudmijn nog keren. Maar dan is er natuurlijk geen houding meer aan. Ja, Verhulst neemt maar het zekere voor het onzekere na zijn flater voorrust. Tabouni. Goudmijn. Koopmeiners moet die bal eigenlijk laten lopen of het zelf doen. Nou, hij had zomaar het wilde punt van de feestvreugde kunnen zijn. Voor Remco Balk zit zijn keukenkampioen divisie er na een uurtje op. En hij moet zijn handschoenen afstaan. Blijkbaar een tekort aan handschoenen bij Jong Utrecht. Dus moet Balk zijn handschoenen afstaan aan El Bajigi. Tabouni. Goeie bal van Koopmeiners. Tabouni zet vervolgens Duin aan het werk. Zo schuift Jong AZ hier op. Jong AZ dat de tweede helft goed speelt. En hier bijna op 3-1 komt. Dit is toch knap. Om hem van zo dichtbij zo hoog over te werken. Prima aanval van Jong AZ. Duin, Evgen, Goudmijn. Klinkt als een klok. Maar het loopt niet goed af. Ach, wat doet Goudmijn dit knap. En de bal ook nog binnengebleven. Daar komt Jong AZ weer. Jong AZ echt op jacht naar de 3-1. En de 3-1, die zou hier toch aan staande moeten zijn. Het scheelt net iets te veel. Het schot van Evgen. Goudmijn weer. Functionele techniek. En dan ook wat overzicht. Alleen Evgen schat het niet op de juiste waarde. Malai, er is nu wat ruimte omdat Biberoglu gezien is. Koopmeiners is de eerste die hij tegenkomt.
Daar is hij nu maar voorbij. Malai, het is moeizaam wat Verhulst doet. En Verhulst is hier nu gezien als Hilteman dat de schotje nog heel listig van richting verandert. En het staat weer 2-2. Waarbij die doelman dus andermaal niet een al te zekere indruk maakt. Natuurlijk nog de vraag of het buitenspel is. Het doelpunt gaat natuurlijk niet geannuleerd worden. Koopmeiners kan hier ook niet ingrijpen. En Verhulst keert hier toch vrij mager. En uit dit shot onmogelijk waar te nemen of Hilteman bij de spel staat. En dan hakt hij hem nog via de voet van Jacobs binnen. Duin, sterk. Buurmeester, hier komt de volgende kans aan. En hier redt Paas heel bekwaam. En zo laat Evjen toch al heel wat mogelijkheden onbenut. Goudmijn. Goudmijn, het staat weer 3-2 voor Jong AZ. Knap gedaan, zeg, door Kenzo Goudmijn. Lijkt een uitzichtloze situatie, maar kijk naar de Goudmijn die hier de bal keurig vrij maakt. En dan in het uiterste hoekje, Paas verschalkt. Daar gaat El Bajidji hier ook wel met boter en suiker in. Jong AZ verslaat Jong Utrecht. IJskoud de beste, de talenten uit Alkmaar vandaag. Winnende treffer van Kenzo Goudmijn nadat Hilteman de 2-2 had verzorgd. Uiteindelijk een verdiende overwinning, Jong AZ. Meer kansen klaargespeeld, vaker te vinden voor het doel van de tegenstander.